En Combimark heeft sinds afgelopen zaterdag de prijzen van enkele basisgoederen verlaagd. Dat besluit kwam nadat de valutakoersen een drop vertoonden. We gingen vandaag naar Combimark om na te gaan om welke goederen het precies gaat. Directielid van de markt, Rajan Ramsoudit, zegt aan onze redactie dat de prijsverlagingen liggen tussen de 5% en 13% en geeft aan om welke goederen het gaat. Dus we hebben sinds zaterdag jongstleden vooral de basisgoederen eigenlijk verlaagd. Dat is suiker, wit, suikerbruin, uien, sardines, zout, bruine bonen, sardine. Een tal of 13 producten en tot nu toe zijn we nog bezig om al de andere producten eigenlijk te verlagen. Omdat de koers een neerwaartse trend heeft vertoond. Dus vandaar dat de Combimark als importeur de prijzen heeft verlaagd. Of nu toch steeds, nog steeds verlaagd. Ramsoudit zegt dat het bedrijf andere goederen, zoals bouwmaterialen, nog niet kan verlagen. Omdat soortgelijke producten worden ingekocht bij lokale verkopers. Het directielid hoopt met de prijsverlaging de aanloop naar Combimark te verbeteren, want nu is dat nog niet wat het wezen moet. We begrijpen ook dat het wel een economische recessie is in Suriname vooral en ook met COVID vooral en ook de prijzen die eigenlijk omhoog zijn door mede door de koers en de andere factoren zoals de elektra tarieven, de de telecommunicatietarieven. Dus al met al die verhogingen werken wel steeds meer in de prijs door. En we hebben gisteren vernomen ook dat meel eigenlijk nu, brood dan, ook niet meer gesubsidieerd wordt door de overheid. Dus dat gaat ook vanaf vandaag verhoogd worden door Fernandez en ook andere bakkerijen, omdat zij ook de meel eigenlijk zeker een hogere prijs inkopen. Dus vandaar dat die brood ook verhoogd is per vandaag. Combimark zal naar zeggen van Ramsoudit de prijsverlagingen niet lang kunnen vasthouden omdat de koers gisteren weer is gestegen. Dit zal dus weer een negatief effect hebben op de prijzen van de eerstvolgende lading, bekende Ramsoudit. Het is niet bekend of er nog andere bedrijven en winkels zijn die de prijzen van hun goederen hebben verlaagd.